1000 meter bij de vrouwen. U ziet de atleten hier ook een wereldrecordpoging van Maria Mutola. Maar zij zal het mogelijk in die wedstrijd ook erg kwaad krijgen met Jelena Afanasieva, de Russin. Die het uitstekend heeft gedaan op het EK. Liep van start tot finish aan de leiding op de 800 meter. Hoezenko met het nummer 4 en Alexandra Stals, die mogelijk het Belgisch record van haar trainster Annemarie van Duppel kan verbeteren. Duknova, de Wit-Russische. Hier Katrien Maanhout, een andere Belgische. En hier Maria Mutola. In 85 liep ze op deze Memorial van Damme het wereldrecord op de 1000 meter. En een jaar later was het opnieuw kwijt. Ook op deze Memorial kwijt aan Masterkova. Die nog altijd het record in haar bezit heeft. 2.28.98 is dat. Te kloppen. En de eerste haas is Katrien Maanhout op deze 1000 meter. Ja, inderdaad. En de relatie tussen Katrien Maanhout en Maria Mutola die zijn heel goed. Want Katrien heeft al verschillende malen mooi werk geleverd voor Maria Mutola. Haar taak bestaat erin om Mutola te loodsen naar de 400 meter. En dan neemt in principe Duknova over. Dus Maanhout zou moeten iets onder de minuut moeten passeren. Dus Maanhout, Duknova, dat zijn de hazen. En toch ook kijken naar het duel in de wedstrijd. Mutola gaat goed mee, maar Afanasieva heeft het daar al een paar keer moeilijk gemaakt dit seizoen. Onder meer in Monaco op de 800 in een werkelijk bloedstollende spurt. Afanasieva liep toen een beste wereldjaarprestatie op de 800, maar Mutola heeft intussen al beter gedaan. Katrien komt door in 57-93. Vrij snel, want Masterkova kwam door in 58-51, maar Mutola heeft toch... Ja, moeilijkheden om de haas te blijven volgen. Hier is Duknova. Misschien verstandigst om niet te volgen. En ik heb ook de chrono in de gaten gehouden voor Sandra Stals, haar wedstrijd. Ja, want dat moeten we ook in het oog houden. Belgisch record van Annemarie van Duppel, 2.36.08. Op 2.36.08, Ficoer. Laatste ronde voor Mutola. Mutola, 1.30. Dat record is dus 2.28.98. Maria Mutola staat er helemaal alleen voor. Als ik al versnellen in die laatste ronde, dan zit het er misschien in. Afanasieva is helemaal uitgeteld, dus dat van duel in de wedstrijd, dat kunnen we vergeten. Afanasieva voert wel het veld aan in de achtergrond. Maar het is Mutola op de 800 meter, 2.00.55 nu. Nog 200 meter te gaan. 200 meter in 28 seconden ongeveer. De illustratie, Masterkova kan door in 2.00.44, dus amper 11 honderdsten. Alles zal afhangen van haar laatste 100 meter. Maria Mutola in de laatste rechte lijn. Kan zij daar dat wereldrecord lopen? 2.28.98, de tijd van Masterkova. Twee jaar geleden gelopen op de Memorial. En het is verkeken, het is 2.31.56. Dat is wel een beste wereldjaarprestatie. 8 seconden beter zelfs, of bijna 7 seconden beter dan de vorige beste wereldjaarprestatie van Carmen Hoestenhagen in mei gelopen. En een mooie chrono voor Sandra Stals. Ik heb hier hand gestopt, 2.37.7. Dus dat zal amper 1 seconde boven het Belgische record van haar trainster Annemarie van Nuffel zijn. Maar een dik persoonlijk record voor Sandra Stals. Stals die het Belgische record op de 800 verpulverde in Hechtel, zoals u weet. En hier nog eens de laatste meters van Maria Mutola. Afrikaanse kampioen op de 800 meter ook. Brons in Athene vorig jaar op de wereldkampioenschap op de 800. En dit seizoen alleen geklopt door Afanasieva. Heeft ook de beste wereld.